Op veel plaatsen in het land is het mistig vanochtend. En in het noordwesten daar ligt al een plak bewolking klaar. En dat gaat in de loop van de middag en met name vanavond en vannacht over ons land heen trekken en kan lokaal voor gladheid gaan zorgen. Vanochtend op veel plaatsen dus een kleine wereld met in het binnenland nog lange tijd lichte vorst. In de mist lijkt de temperatuur vandaag zelfs amper boven het vriespunt uit te komen. Want vanmiddag gaat op veel plaatsen de mist niet of nauwelijks oplossen en in het zuidoosten dus maximaal rond of iets boven het vriespunt. In het noordwesten van het land kan het later in de middag gaan regenen en daar komt de zachte lucht al binnen met temperaturen rond 5 graden. Vanavond en zeker vannacht kan er in het binnenland wat winterse neerslag vallen waardoor lokaal kans is op gladheid en dat komt door natte sneeuw, sneeuw of misschien zelfs eventjes wat ijzel in de loop van de nacht en morgen in de ochtend gaat het over een regen en in het oosten en zuidoosten is het nog lange tijd grijs met regen. Vanuit het noordwesten gaat later op de dag de zon doorbreken en loopt het kwik uiteindelijk op naar zo'n 8 graden. Na het weekend dan is het ook nog redelijk rustig weer en vrij zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen rond de Gatenvacht. Er vallen een aantal buien, soms is de zon te zien. Maar de Noordwestenwind laat het voor het gevoel wel koud zijn. Woensdag is het wat vaker droog, maar is het wel veelal bewolkt.